Een van de invasieve exoten die we in Flevoland kunnen vinden is de reuzenbalsemien. De reuzenbalsemien valt op, want hij wordt best wel groot. Zeg het woord reuzen ook wel een beetje. En hij heeft hele mooie, een beetje roze tot roodachtige bloemen. Kan ook een beetje paars zijn. De stengel is vaak een beetje rood, maar kan ook wat lichter zijn en hij wordt heel hoog. Wat het probleem een beetje is met reuzenbalsemien is dat hij wordt best wel groot. Dus hij overwoekert inheemse planten. Vanuit biodiversiteit willen we dat liever niet. En hij doet eigenlijk nog iets anders om ook de inheemse planten een beetje te pesten. Hij ruikt namelijk heel lekker voor bestuivers zoals hommels. En die gaan liever naar die reuzenbalsemien dan dat ze naar inheemse planten gaan. En dat is ook een probleem, want daardoor worden inheemse planten minder goed bevrucht. Waardoor ze minder goed zaadjes krijgen. Dus eigenlijk plaagt hij de biodiversiteit op twee manieren. In Flevoland komt de reuzenbalsemien nog niet zo heel veel voor, maar we willen wel heel graag weten waar die allemaal voorkomt. Dus we zouden het heel fijn vinden als je hem wil melden via waarnemer.nl, want zo krijgen we een beter beeld waar die allemaal groeit.